Natuurlijk moet je zorgen dat de basisveiligheid in orde is. Weet waar je naartoe gaat, waar je bent. En voor de rest dat de boot in orde is. Zit er brandstof in? Doet de verlichting het? Hebben we je dodemanskoordje om? En het allerbelangrijkste natuurlijk, op een snelvarend vaartuig heb je altijd een reddingsvest aan. Zorg dat je boot opgeruimd is, want net als wat hier ligt van alles en nog wat op het dek. Nou ja, dat komt natuurlijk altijd op het verkeerde moment komt het naar je toe en vliegt het overboord of door de boot heen. We zijn lekker op de Oude Maas aan het varen. Hoop binnenvaart. Golven links, rechts. En dat zijn golven die gewoon boeg- en hekgolven zijn van de binnenvaart. We zijn dus niet helemaal uitgetrimd, helemaal opgetrimd zo gezegd. Maar we zorgen wel dat we die neus omhoog houden, hè? Dat we die boeg omhoog houden. Dan gaan we bepalen waar we hem gaan inhalen. Nou, nu komen we op die hekgolven. Daarvoor lopen de boeggolven. Niet te dichtbij, dus we nemen een beetje afstand. En nu gaan we al haaks op de golven. Dus als de golven schuin lopen, gaan wij op een gegeven moment er haaks tegenin. Nou, nu ga ik even geen gas geven. Gas erbij, gas terug, doortrekken, gas eraf, doortrekken, gas eraf, doortrekken. En zo hebben we zonder klappen te maken, maar ook zonder in die golven te duiken, zijn we mooi gepasseerd, kunnen rustig optrimmen en we hebben vlak water voor ons. Op naar de volgende. Oké, nu hebben we diezelfde binnenvaartschip, maar nu gaan we tegen zijn golven invaren. Gaan we hem nu passeren. Dan zijn die golven, die komen dus nu naar mij toe. Dat is even een mooi moment om naar beneden te trimmen, ietsje gas terug te geven. En nu gaan we hak hak doen. Boom. Flinke klappen. En we zijn er doorheen, gaan we weer langzaam gas geven. En een beetje optrimmen. Je ziet hoe ver het nog doorloopt, hè? Dat is natuurlijk niet prettig als jij iemand voor op die boeg gaat zetten die al die klappen in zijn rug gaat krijgen. Dus wees erop bedacht. Oké, we maken een bocht. We gaan dit keer over de bakboordzijde. Kijk over mijn schouder. Even naar beneden trimmen. Kijken of alles vrij is en we gaan weer door. Doortrekken, optrimmen. En dan gaan we het bootje weer opzoeken. En je ziet, nu komen we in die mooie hekgolven, een beetje swell-achtig. Nou, is dit een hele stabiele boot, hè? Dus 8,5 meter. 2500 kilo. Maar stel je voor dat je hier met je speedbootje aan het varen bent van 4,5 meter. Bedenk dan dat je niet met een hoge snelheid in die golven terecht gaat komen. Dan ben je eigenlijk altijd te laat. Goed, veel verkeer. Dus niet alleen deze golf hebben we mee te maken. Maar ook van bijvoorbeeld die coaster die daar vaart. En op een gegeven moment komen de golven van dit schip en het tegenovergestelde varende schip komt elkaar tegen. En dan krijg je echt hele piekachtige golven. We hebben rustig er doorheen. Genoeg afstand weer. Dit gaat nog goed. In een lange frequentie zit veel ruimte tussen die golven. Maar hier zijn ze wat korter op elkaar. En dan gaan we weer ietsje terug. Een beetje doortrekken. Je ziet, je wordt opgepakt en je moet echt wel aan het werk. Want anders ga je gewoon naar het schip toe, want je wordt opgeslokt door de zuiging. Extra gewicht in de piek moet ervoor zorgen dat we samen met een naar beneden getrimde motor nog comfortabeler door de golven gaan. We gaan het nu proberen. Best wel steile golven, hè?
Of je nou een boot hebt van 8,5 meter of van 4,5 meter, hier in deze golf wil je gewoon niet zijn. De afstand tussen de golftoppen is zodanig dat je er eigenlijk nooit in past. En er zit heel veel energie in door dat enorme schroefwater. En dat loopt enorm door. Dus als je dit op je af ziet komen, lekker op je gemakkie wegwezen.